Vincent en Tycho Mouda, jullie zijn hier in Brugge. Wat brengt jullie hier eigenlijk? Wat ons ons brengt? Powerhouse Sport. Powerhouse. Leg eens uit, wat is Powerhouse? Het is een kledingmerk. Het is officieel een Iers merk. En Hilco Muda, de eigenaar van Powerhouse Sport Nederland, heeft de franchise rechten overgenomen of gekregen om in Nederland en de rest van Europa kleding te verkopen. Specifieke roeikleding, team- en verenigingskleding. En nu willen we ook de Belgische markt op. En zo zijn we bij roeivereniging Brugge gekomen. Daar zijn we mee bezig. En ik hoorde ook dat ze een wedstrijd hebben. Toen dacht ik, laten we ze een steentje neerzetten. Gewoon een beetje promotie. Naamsbekendheid genereren in België. Ja. Ja, we kennen jullie natuurlijk van de lichte vier zonders van Nederland. Waar jullie toch al een paar jaar een vaste stek in hebben. Denken jullie dat het de 400 het zwaarste veld is eigenlijk? Het zwaarste veld weet ik niet. Kijk, voor ons is het gewoon een pittig veld omdat er veel ploegen, veel landen relatief dicht op elkaar zaten. Dus het verlies, als je verloren, dan verloor je meestal maar met een seconde en dan lag je eruit. Weet je wel? Dus dat was heel minimaal. Maar ik denk, je kan je veld zo zwaar mogelijk maken als je zelf wil. Het ligt aan hoe hard jij traint. Ja, want vooral, ik herinner me het WK 2010, de A-finale. Ja. Dat zat echt heel dicht op elkaar. Nieuw-Zeeland, ja. Jullie werden daar vijfde. Ja, klopt. Op 1,2 seconden van het goud. Ja. Was dat de spannendste wedstrijd tot hiertoe? Of? Ik weet niet of het de spannendste was. Het was gewoon een goede race. En verkeerde start weer. Hou je daar niet een dubbel gevoel over als je maar op 1,2 seconden van goud stand? Ja, je baalt uiteraard. Ja, je tuurlijk, baalt. Tuurlijk. Maar het is niet anders. Het is sport. Je doet er alles voor op het moment. En dat was het niet, helaas. Ja. Ja, jullie zijn 25, jullie worden 26 dit jaar. Nee, we worden 25. Jullie worden 25. Ja. Jullie zitten al een hele tijd in het nationale team van Nederland. Ja. Tijdens jullie eerste WK-23 werden jullie vierde. Ja, het jaar erop derde. Tweede. Het jaar daarop weer tweede. Dus statistisch gezien moesten jullie ooit wereldkampioen worden, wat jullie ook deden in 2010. Ja, klopt. Was dat een opluchting of hadden jullie zoiets van... Ja, het moet zeker lukken nu. Nou, het was wel even voor ons spannend. Ik kan me nog goed herinneren, we waren naar Wit-Rusland, dat is in Brest. En we kwamen daar en we hadden daarvoor Luzern gehad in de lichte 4. En we hadden dus maar anderhalf week tijd om voor te bereiden op dat toernooi. Dus wij erheen en een beetje roeien. Nou, de dagen ervoor ging het echt niet goed. Gewoon, je hebt soms het gevoel dat alles lekker gaat in flow. Nou, toen dus niet. En het was warm. En de voorwedstrijd wonnen we, echt heel makkelijk, want we konden heel makkelijk uitroeien. Nou, de halve finale ging ook heel goed, want toen wonnen we ook. Maar dan weet je, nu is die finale. En er kwamen zoveel mensen, Amerikanen, de Argentijnen, de Brazilianen, de Duitsers, de Fransen. Iedereen zei, ja, jullie zijn de favoriet. En ook de organisatie van die wedstrijd, de FISA, die had overal neergezet van de Nederlandse roeitweeling zijn de favoriet van dit toernooi. En zij zijn zij zijn het nummer waar je naar moet kijken. Maar ja, dan ga je dus denken, oh, je moet winnen. En dan hoop je natuurlijk dat je wint, dat in eerste instantie. Maar dan is ook de vraag, hoe ga je winnen? Want je kan ook binnen een seconde winnen met van nummer 2. Maar dat was gelukkig... Wat brengt dat extra stress mee, ongetwijfeld? Ik vond het wel spannend. Het was het gevoel, het is ook echt het lekkerste gevoel wat je kunt hebben, spanning. En ja. Wij kunnen toch best presteren onder spanning. En onze start is toch nog niet altijd het beste geweest. En daar hadden we gewoon gezegd, we starten gewoon. En na 250 meter dan openen we onze ogen. En dan kijken we waar we liggen. En tot onze eigen verbazing lagen we lengte voor op de nummer 2. En vanaf dat moment hebben we gewoon het gas opengedraaid en gewoon blijven gaan. En uiteindelijk niks hebben jullie heel ruim gewonnen daar. Ja, 11 seconden geloof ik. 11 seconden, ja. Dat is toch heel wat op een week, ja. Ja, zeker. Ja, maar we hebben wel echt helemaal het zuur voor het oog gegooid daar. Ja. Je zegt zelf, je presteert het beste onder druk. Ja. Jullie hebben al heel wat WK's geroeid, maar vorig jaar in Londen was jullie eerste Olympische deelname. Klopt. Is dat toch nog wat anders dan een wereldkampioenschap? Nou, het is wel... Het is het naam Olympische Spelen, maar de wedstrijden zijn gewoon hetzelfde, de tegenstanders zijn hetzelfde. En
Maar de sfeer is toch anders, neem ik aan? Of? Ja, de sfeer is zeker anders. Ja, maar dat komt ook vooral door het aantal supporters eromheen. En de media, de aandacht en dergelijke. Maar als het op het moment is dat je de boot in gaat stappen, of de uur ervoor, is niet anders dan een andere wedstrijd. Ja. Want het is gewoon, je gaat alleen maar denken, die twee kilometer. Het is niet in één keer dat je 10 kilometer gaat roeien of je gaat in één keer tegen hele andere mensen roeien. Ja. Het is echt totaal hetzelfde, gewoon als een WK, alleen de sfeer eromheen is anders. Worden jullie herkend in Nederland? Door de roeiers wel, ja. Alleen de roeiers, maar nou, op straat worden wel... jullie nog niet... Nee. We zijn niet zoals Tim Hines nog. Dat komt misschien nog wel. Hebben jullie een vast ritueel voor een wedstrijd? Wat wij meestal doen is, stel je moet vroeg starten, 4 uur van tevoren opstaan. Gewoon dat je goed wakker bent, even een stukje lopen, even wakker worden, koude douche. Op de weegschaal staan. Ja, dat ook. Maar dat is niet een ritueel, dat moet. Gewoon lekker muziekje aan. Om zo lekker een beetje harde muziek. Dat je een beetje opgefokt raakt. Hoe lastig is het voor jullie om als lichtgewicht te roeien? Nee, niet zo moeilijk. Niet zo lastig. Nee, redelijk makkelijk. We zijn nu wel iets zwaarder dan normaal, maar gewicht lukt wel altijd meestal. Ja. Wie van beiden is de snelste op een ergometer? Nee. Gisteren is 2 seconden verschil weer, sinds gisteren. We hadden gisteren nationale bondstest. Dus daar had ik 6.16 gegroeid, vind ik 6.18. Dus het gaat de goede kant op. Ja. Vinden jullie het zelf een voordeel dat jullie als tweelingbroers met elkaar kunnen roeien? Is dat een extra stimulans om beter te zijn dan de anderen? Ja, ik wil niet nooit zonder hem. Ik heb hem nodig. En ik wil met hem samen iets bereiken wat voor, denk 99% van alle Nederlanders, misschien voor 99% van de bevolking van de wereld, het onmogelijk is om te halen. En dat is dus de Olympisch goud. Dus dat wil ik gewoon met hem samen en met niemand anders. Dat is het enige wat ik heb. Ja, om jullie te kwalificeren voor het WK hebben jullie in Luzern nog moeten roeien. Omdat jullie in 2011 in Blitz niet van start zijn gegaan. Dat was een rot, ja. Hoe komt dat? Voedselvergiftiging was het eigenlijk. Hoe heet het? Wet van Murphy, hè? Fout kan gaan, gaat in één keer fout. Ja, het zat dat was het jaar van de wet van Murphy. Verandert dat jullie voorbereiding op het seizoen? Nee, als jullie gaten nog moesten roeien? Nee, ik denk dat Luzern heel goed voor ons was. Dat vond ik het meest spannende toernooi dat je kunt varen. Want daar, het ligt erop of eronder. Ja, daar kan je verliezen. Ja, daar kun je dus alles verliezen waar je naartoe werkt. Maar uiteindelijk vind ik het ook een van het bijzonderste toernooi dat ik gevaren heb in mijn leven. Die spanning is ondraaglijk. Op het moment dat mijn ouders ook belden van we zitten op het terrasje, ik wist niet hoe snel ik daar naartoe moest. Gewoon even kop leeg, rust. Ja. Ja, en als je dan over die finish komt en je weet dat je naar de Spelen gaat, ja, dan valt wel een enorme last voor je schouders, inderdaad. Ja. Wat is dit jaar jullie hoofddoel? Jullie hoofddoel dit jaar? WK in Zuid-Korea. Het WK. Ja, dat is in ieder geval het doel waar we naartoe willen. En het mooie streven ook. Ja, en zo goed mogelijk. Ik wil dan meteen voor goud eigenlijk. Dat is sowieso. Ik weet niet of het realistisch is. Voor goud, maar we gaan het in de dubbel 2 doen. We gaan niet meer in de lichte 4. Okay. Dus dat is nog eventjes afwachten hoe dat gaat aflopen. En, ja. Op laag tempo gaat het goed. Je kan het ook op filmpjes zien. Het heet Trainingsday het Advies. Daar zie je dus dat wij in de dubbel 2 trainen. Wij zelf zien het dus ook voor het eerst. Je ziet wel een mooie snelheid erin. Maar ja, dat is laag tempo. Dus hopen dat het op hoog tempo ook goed komt. Ja, want jullie hebben jaren in punt geroeid. Ja, in de 4. Ja. Dus het is, dat is wel verschil. Want in de eerste time trial, denk ik dat ik net 3 dagen in de skiff zat, roeide ik mijn wedstrijd ook zo. Terwijl ik eigenlijk zo moet zitten, maar mijn linkerschouder ging helemaal omhoog. Dat is heel stom. Nog één vraagje. Zijn jullie al bezig met Rio 2016? Ja, dat is het hoofddoel. Dat is het doel. Olympisch goud willen. We willen de beste dubbel 2 van de wereld worden. In die dubbel 2. Ja. Dat is ons doel. Oké. Okay. Veel succes en bedankt. Ja, dankjewel. Ja, jij ook bedankt.